Brabantine en het regionale dagblad B in de Stem hebben een subsidie van bijna een kwart miljoen euro in de wacht gesleept van het stimuleringsfonds van de pers. Beide partijen beginnen met het geld een multimediale opleiding voor jonge journalisten en doen daarnaast studie naar de opzet van een regionaal mediacentrum in West-Brabant. Ambitieuze plannen van televisiezender Brabantine en dagblad B in de Stem. Je wilt graag innoveren, je wilt graag stappen zetten. En als je daarbij geholpen wordt een keer als private partij, is dat inderdaad heel fijn. Met de subsidie moeten breed inzetbare journalisten klaargestoomd worden voor de toekomst. En je ziet dat heel veel journalistieke academische scholen, die leiden toch nog steeds in richtingen op. Dus voor geschreven media, voor televisie, voor radio. En wij zeggen dat is eigenlijk niet meer de toekomst. Je moet journalisten gewoon helemaal multimediaal maken. En ze dus ook in praktijk een opleiding geven in alle vormen van media. En dat willen we samen gaan doen. Ja, omdat wij denken multimedia, goed, het woord bestaat al heel lang. Maar wordt daar nou ook daadwerkelijk invulling aan gegeven? En dat gaan wij met print, internet, televisie en alles wat je daarbij kunt bedenken, gaan we dat vormgeven nu, ja. Brabantine en BN de Stem werken al bijna 2 jaar samen. Met de subsidie wordt de samenwerking naar een hoger niveau getild. Tot nu toe ging het puur om uitwisseling van content. BN de Stem levert nieuwstips en Brabantine zorgt voor bijbehorende filmpjes. Echt multimediale journalisten die dus ook een verhaal in de krant schrijven, die iets voor televisie maken en voor internet werken, die hebben we feitelijk nog niet. We zijn wel overal aan het experimenteren, maar via dit project willen we dat ook echt gaan uitbouwen. Een kwart miljoen is een hoop geld. Worden vanmiddag de champagneflessen opengetrokken bij de personeelsborrel? Ik weet niet of het al gehaald is, maar we zullen er vanavond nog wel eentje op drinken, ja. In de provincie heeft ook het Brabants Dagblad een subsidie toegekend gekregen. In totaal krijgen zij 395.000 euro voor Formule T. Hierin draait het, net als bij de plannen van Brabantine en BN de Stem, om crossmediaal werken. Alleen dan puur voor de regio Tilburg.